Hallo, ik ben Ellen van de Facebookgroep Mixed Media Tags en Art Journal. En ik wil vandaag laten gaan zien hoe je leuke achtergrondjes kunt maken met de Jelly Plate en inkt. Deze is van Stampin' Up. En brushpoeder. Ik heb het ergens gezien en het is leuk en ik wil het gaan uitproberen. En ik hoop dat het lukt. Maar dat gaan we zien. Wat je nodig hebt is een Jelly Plate. En je en papier en de rest wijs je eigenlijk vanzelf. En een breer, een verfrollertje. Dus je pakt je inkt. Ik doe de helft van de plaat, omdat ik heb nou eenmaal een grote jelly plate, maar ik heb maar de helft nodig. Dus je doet maakt je breer vol inkt. En die doe ik ongeveer, komt niet zo nauw, half vol met inkt. Je kunt ook andere inkt gebruiken hoor. Het komt niet zo nauw welke kleur inkt of welke soort inkt dat je gebruikt. Dus ik heb nu een achtergrond van inkt. Dan heb ik zo'n heel fijn fan kwastje. Die haal ik even uit het water. Kijk, deze bedoel ik. Zo'n kwastje. Die spat er namelijk het beste. Je kunt ook een ander kwastje gebruiken. Maar. Dan heb ik hier drie kleuren brusho. Ingedaan, een beetje de oranje tinten voorbij de gele achtergrond. Dus rood, geel en oranje. Dit is koper. Die wil ik dadelijk nog gaan gebruiken nadat ik heb gestempeld. Dus ik doe eigenlijk, dat kun je natuurlijk niet zien. Even zo. Stel ik over de vloer gaat en merk het al. Een beetje verf erop. En dan gaan we gewoon een beetje spatten. Ik zal het ding dadelijk op het wit leggen. Dan zie je ook beter wat ik doe. Even schoonmaken. En dan pakken we geel. Gewoon een beetje spatten. Schoonmaken. Ik heb hier gewoon een bakje met water staan. En dan pakken we wat rood. En dan gaan we weer spatten. Voilà, meer is het niet. Pak een kartonnetje. Dit is gewoon iets dikkere karton. Komt niet zo nauw. Geen aquarelpapier gebruiken, dan denk ik, probeer het uit. Maar ik denk dat de vezels er te grof van zijn. Die leg ik erop. Dan wrijf ik gewoon over het papier. En we halen eraf. Tadaam. Deze laat ik even droog. Ik kan hem ook droog blazen, maar dat gaan we even niet doen. Want ik wil natuurlijk nog meer kleurtjes maken. Dus in plaats van het... Oh, wacht, zal ik eerst even de kleur eraf. Ben ik hier een beetje chaotisch vandaag, maar dat heb je wel eens. Voilà. Even kijken, in plaats van het doen een zeegroen, waar is die hier? Brushpoeders zijn eigenlijk kristallen, pure kleurkristallen zitten in deze potjes. Ik heb in ieder potje een punaisetje gedaan, omdat het zo fijn poeder is, dat zo gauw als je dekseltje eraf haalt, heb je al je halve tafel vol liggen. Dus, ik zal dadelijk even laten zien. Dit is de kleur zeegroen. Sea green. En even kijken of hij dat pakt van zo dichtbij. Als je het zijn allemaal verschillende kleurtjes en het lijkt vooral geel. En dan doe ik er water bij. Ik doe altijd water in een lenzenflesje omdat het niet zo spat als andere. En zo gauw als er water bij komt, kijk, oh, groen. En een hele mooie kleur groen ook nog. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dat komt omdat die kristalletjes zo fijn zijn. Dat is ook geen ramp. Dan krijgen we weer een nieuw kleurtje. En dan vroeg ik altijd even met de achterkant van een kwastje erdoor. Ach, we hebben gewoon een nieuwe kleur uitgevonden. Knutselen moet leuk zijn en dingen gaan fout. En dat is helemaal geen ramp. Want... Kijk, ons oranje is nou een beetje... ik zal het limegroen noemen om het netjes te houden.
Maak ik eerst een paar achtergrondjes en dan wil ik laten zien wat ik ermee doe. Dus doe nog een keertje geel. Pak dadelijk een ander kleurtje. Of geel-oranje, wat was het? Ik heb eigenlijk even gekeken. Daffodil Delight. Ja, dat je die weet. Daffodil Delight, no less. Pardon. Het is niet te voorzichtig. Gewoon een beetje, zoals ik dat zeg, aanpongelen. Het kwastje is eigenlijk net iets te nat. Maar ja, daar kan ik nou zo 1, 2, 3 niks aan doen. Wat zei ze ook weer? Je moet werken van licht naar donker. Nou, dus dan pakken we eerst licht. Voilà. Geel. En dan nemen we onze prachtige zelfgemaakte kleur. En deze ook weer. Ik leg hier even een doek langs, dat het niet zo nat is. Dat kan natuurlijk ook. Dan nemen we deze kleur. Je kunt ook een andere kwast gebruiken hoor, maar deze spat gewoon heel fijn, vind ik. Dus, kwastje weg, spulletje weg. Blaadje erbij. Voilà. Even wrijven. Het zou misschien ook wel met gewoon waterverf kunnen, dat weet ik niet. Ik had dit gezien en ik wilde dit uitproberen. En aangezien ik het toch heb. Kijk dan. Dit is toch schoon. Sorry, ik kom uit Limburg. Deze laat ook even drogen. Even op de grond, want zoveel plek heb ik hierboven niet. Deze vegen we even droog. En dan gaan we een ander kleurtje proberen. Ander achtergrondkleurtje. Even de brier schoonmaken. Zo. Deze dicht. Even kijken. Pakken we deze. Dit is Tempting Turquoise. Dan zullen we ook de turquoise brusho erbij nemen. Je kunt alle kleurtjes gebruiken die je wil. Hè. Het is, ik vind die filmpjes moeten altijd een voorbeeldje zijn. Je moet niet exact dingen na gaan maken. Doe je eigen kleuren, doe je eigen ding. Probeer iets anders uit. Misschien vind je wel iets heel nieuws. Wat spettert het spul toch. Turquoise. Even kijken als we een geel en... Ja, laten we even zo. Hier wat water bij. Even roeren. Zie je? Er zit gelijk. Je hoeft maar een korreltje ergens anders in te zetten. En dan krijgen we paars waarschijnlijk of iets dergelijks. Ja. Experimenteren. Kan ook heel leuk zijn. Deze is de kiefer hier neer. Die had ik niet nodig. En maak een beetje droog. Voilà. Tempting Turquoise. Hopelijk doet hij het ook goed. Ik probeer namelijk dingen nooit eerst uit. Ik maak altijd gelijk een filmpje. En dan denk ik, nou, als het niks wordt, dan heb je dat ook gezien. Dat niet altijd alles dingen werken zoals ze moeten werken. En niet alles gaat zoals het moet gaan. En soms levert dat hele leuke resultaten op. En soms is het echt... helemaal niks. Even kijken, beginnen we met blauw. Oh, en zorg ervoor dat je iets aan hebt wat niet zo erg is als er kleur in komt. Want je krijgt het spul dus echt niet meer uit je kleren. Kwastje schoonmaken. Even kijken, wat een beetje groen. Ja, gewoon zo leuk. Ik ga even schoonmaken. Een beetje drogen. En rood. Nee, rood. Ja, wel. Och, we doen even een heftig kleurtje. En een beetje rood. En nemen. En een blaadje.
Dat is toch keileuk en zo gemakkelijk om te maken. En je hebt gelijk een leuk achtergrondje. Ik zal het beetje aan deze kant leggen. Dan zie je ook wat ik doe. Ja, beter. Dan doen we nog een keertje in het blauw. Die dicht. Een beetje blauw erop. Afspoelen. Een beetje afdrogen. Zullen we eens proberen met koper. Ik wil er dadelijk nog iets anders mee gaan doen, maar ik ga nou gewoon een keer proberen of dit ook werkt. Dit is dus koper, dit is geen echte verfkleur. Maar je weet maar nooit. Koper en rood. Je kunt ook meer of minder kleuren gebruiken, hè, wat je zelf wil. Misschien vind je wel iets heel leuk nieuws uit. Wie weet. Poef. Oh, dat koper geeft dadelijk wel een hele mooie glans. Dat kun je ook hier in die druppeltjes zien. Nou, pakken nog één andere kleur. Achtergrond en dan gaan we stempelen. Of ja, ik ga stempelen. Even kijken. Deze leg ik weer aan de kant. Dit is roze. En wel de powder pink van Stampin' Up. En dan welke kleuren pakken we erbij? Blauw, hadden we al blauw? Ja, we hadden al blauw. Ja, dat komt eigenlijk ook niet zo nauw. Oh, kijk wel wat ik heb liggen nog. Ja, dat gaat wel. Even mijn breer schoonmaken. Dan zet ik dadelijk drie kleuren op mijn Dit is een hele lichte kleur, maar dat wist ik toen ik hem uitkoos. Het gaat er eigenlijk meer om dat er dadelijk een beetje op de achtergrond te zien is. Dus je niet zo'n hele witte achtergrond hebt. Dat was voornamelijk het idee. Even droogmaken. Dan pakken we die mooie limegroen. En blauw, wat er nog over is. Dat is minder slim natuurlijk. Je moet dus niet je inkpad open laten liggen, want dan krijg je er een andere kleur inkt op. Dat lijkt me vrij logisch. Ja, ook daar leer je van. Dat is allemaal niet erg. Cute. Goede kant. Foute kant. Foute kant. Poef. Voilà. Is wat lichter. Is wat lichter. Ik gooi hier nog wat rood overheen. Ik vind hem te licht. Natuurlijk niks meer. Probeer het even zo.
Je weet. Had ik vast niet moeten doen, maar dan mag de pret niet drukken. Proberen het gewoon uit. En zo niet, dan niet. Oeh. Wie weet droogt het heel mooi op, maar vooralsnog ziet het er niet uit. Maar je weet het niet. Ik leg het weg om te drogen en dadelijk is het misschien wel heel mooi. Deze kant drogen. Even kijken, dan leg ik de jelly plate even weg. Als ik hem dadelijk nog verder weg ga, dan maak ik hem helemaal schoon. Maar voor nu leg ik hem even daar neer. Tafel drogen. Dan ga ik even kijken welke ik het mooiste vind. En waar ik op ga stempelen. Even kijken. Oh, die vind ik wel heel speciaal. Maar die vind ik ook wel heel mooi. Ja. En daar gaat deze doen. Dat is toch leuk. Kijk hoe mooi dat is. Het is heel makkelijk en dan heb je heel snel hele leuke achtergrondjes. Deze moet even verder droog. Is deze helemaal droog? Nee. Ik heb eigenlijk helemaal nog niet nagedacht wat ik op de achtergrond ga doen. Maar ik denk dat ik het op elfjes hou. Daar had ik pas een hele serie van en dat was wel leuk. Even kijken, waar is mijn huisje? Even mijn huisje gaan zoeken. Van Lavinia Stamps is die. Die vind ik ook al helemaal geweldig. En ik dacht dat ik deze erbij zou gaan gebruiken. Dan kijk ik of die kleine elfjes dadelijk iets mee gaan doen. Maar dat weet ik nog niet. Dus deze leg ik even hier neer. Een stempel dingetje. Stempelhulp. Even kijken. Dan ga ik ze even apart stempelen. Dan weet ik ook zeker dat het goed gaat. Deze wil ik hier hebben. Ja. Magneetje, magneetje. Mijn inkt. Waar is die? Hier. Ik gebruik de Archival inkt. Gewoon omdat die is mooi zwart. En die dekt ook goed. Deze beinkten we even netjes. Waarom doe ik dat met mijn stempelhulp? Omdat ik denk dat die misschien niet in één keer pakt. En dan krijg ik die stempel natuurlijk nooit meer mooi op precies dezelfde plek. En dat is wel een vereiste uiteraard. En zo kan ik keer op keer op precies dezelfde plek stempelen. Als die in één keer niet pakt. Kijk, dat bedoel ik. En dat komt ook voornamelijk omdat het geribbeld papier is wat ik als achtergrond heb gebruikt. Dat was natuurlijk minder slim. Maar ja, ook daar leer je weer van. Dus dan stempelen we gewoon een aantal keren op dezelfde plek. En dan is die ook goed.
Als je dadelijk een raar geluid hoort, dan is dat mijn bureaustoel. Die wil nog wel eens protesteren als ik weer ga zitten. Dat bedoel ik. Ja, deze kan ik niet meer opnieuw stempelen, maar nou is hij ook goed. Kijk dan. Daar word ik helemaal blij van. Deze leggen we aan de kant. Dan nemen we deze. Zo. Hier maak ik daar nog wel een randje of iets eigenlijk langs. Paddenstoeletjes. Sprinkeltjes. En als je iets raars hoort op de achtergrond, dat is een snurkende kat. Die ligt op mijn bed. Voorzichtig. Ja. Even goed beinkten. Ik moet ook even op de tijd letten, want mijn telefoon waar ik alles mee film, die stopt na 40 minuten. Dan begint hij gewoon een nieuw filmpje. Dus dan moet het zeker af zijn. Want ik heb geen zin om weer een filmpje in twee te delen. Hier nog een beetje. Ja. Very schattig. Deze haal ik er dadelijk wel af. Die heb ik waarschijnlijk nog ergens nodig. Oh, die stoel. Een beetje droog blazen. Deze inkt weg. Dan heb ik hier een maan die ik wil gebruiken. Die heb ik uit een dingetje, hoe heet het? Plastic gesneden. En daar heb ik mijn distress inktjes voor nodig. En welke kleur ga ik dan gebruiken? Oranje. We proberen oranje. En mensen die mijn filmpjes vaker hebben gezien, die weten dat ik werk met borsteltjes. En die heb ik allemaal in de was. Dus ik moet even een hele grote borstel gaan gebruiken. Dit zijn gewoon de borstels van de Action. Dan heb je drie borsteltjes voor, 3,75 of zoiets dergelijks. Even kijken, ja. En je doet gewoon, je wrijft met het borsteltje een beetje. Kijk dat het niet te heftig is, staat hij zo goed? Ja, zo staat hij wel goed. En zo wrijf ik. Als het ware. Een maantje op de achtergrond. Wel op de goede plek laten liggen. Had misschien wat kleiner gemogen, maar ik hou wel van een beetje grote gebaren. Even kijken, dan wil ik nog iets anders proberen. Want zo'n, als je zo'n hier uithaalt, dan heb je natuurlijk ook deze. Toen dacht ik, als ik deze hier naar binnen doe en ik doe daar met deze kleur dan. Als ik deze kleur gebruik, ik doe daar geel op. Krijg je misschien wel een hele mooie extra dimensie aan je maan.
Laat gewoon, dus gewoon kleur op je borsteltje of op je inktpad of wat je dan ook gaat gebruiken. En ik hoop zo die maan een beetje feller te krijgen. Naar binnen toe. Ik had ook paars kunnen gebruiken. Of, maar aangezien ik dit nog nooit gedaan heb, begin ik maar eens een beetje subtiel. Kijk, leuk. Oké. Deze snij ik straks af, denk ik. Of ik maak er onderin een randje langs. Nog ergens een leuk randje liggen. Toevallig hier binnen handbereik. Dat ik niet alles af hoef te gaan zoeken. Zou best nog wel eens kunnen lukken. En of course heb ik hier natuurlijk weer geen acrylblok. Tuurlijk wel. Deze plak ik hier op. En dan deze. Het is eigenlijk meer voor een achtergrondje. Ik heb stempels besteld voor een leuke achtergrond met plantjes. Maar die heb ik helaas nog niet. Dus we proberen gewoon wat. Echt wel leuk. Wel. Ja, die laten we zo. Ik vind het woordje belief wel heel leuk aan de zijkanten. Ik weet niet zien dat het belief stond. Nou zie ik het. Ja, laten we zo. Deze laten we weer drogen. Dan ga ik toch nog even kijken of dat koper gaat lukken. Deze even weg. Ik pak wel even een schone fan. Ach nee, er zit dadelijk maar alles onder de koper. Dat maakt ook niet zo uit. Deze een beetje nat, een beetje droog, een beetje koper. Ik liever niet op mijn maan. Niet nat genoeg. Ja, als je het zo doet, heb je het wel echt overal. Hè? In je gezicht, op je kleren, op je... Nee, hè. Mag de pret niet drukken. Echt overal. Oh. Doekje. Kijk, hele mooie koperen spettertjes. Ik laat hem even zo. Ik ga straks nog even aanpongelen met de andere die ik heb. Hier snij ik nog een randje af. Hier maken we nog een mooi randje langs. Het gaat voornamelijk om de techniek. Hoe je een mooie achtergrond kunt maken met brusho en je jellyplate en inkt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat je er iets aan hebt. Kom eens langs op onze groep Mixed Media Tags en Art Journal. Daar worden nog veel meer technieken uitgelegd. En voor nu, dankjewel voor het kijken.